Caroline Dancer aan. Wauw! Het spijt me. Hallo, hoi. Hoi, even de fanclub. Hoi. Hallo, Caroline. Hij schreef. Wat heerlijk dat je gekomen bent. Leuk, hè? Zo leuk dat je er bent. Echt waar, ja. Nou, echt enig. En zo spontaan dat je ook binnenkomt, ook. Je hoort de mensen heerlijk, het ook leuk vinden. Ja, echt heerlijk dat je er bent. Echt heerlijk. Ja, grijp nou mijn kans, dat begrijp je wel. Hè? Ja. Ga lekker zitten. Dat wel, oké. Okay. Ja. Ja, ik vind het zo geweldig, want ik vind je echt zo geweldig goed. Daar heb je geen, ik vind je echt zo ontzettend goed. Nou, het wordt ook beloond, want je bent nu, je krijgt de troster binnenkort. Hè? Ik heb hem nog niet, hè? Nee, maar je krijgt hem toch? Nee, ja, dat is toch helemaal niet gezegd. Ik ben genomineerd. Nou ja, genomineerd, maar dan krijg je hem toch ook. Wie hebben we nog meer gekregen dan? Nee, genomineerd. Linda de Mol. Linda de Mol, de kaarten zijn er geschud, dan krijg jij hem toch? Linda de Mol toch niet? Ik kan het toch niet zeggen. Wie hebben we nog meer? Viola Holt. Viola Holt, nee, echt, dat is gemaakte zaak. Jij krijgt het niet maken. Jij krijgt de trost, hè. Echt waar. Ja, dat kan je niet zeggen. En terecht, want ik vind je geweldig. Mag even gezegd worden, ik vind je echt geweldig. Absoluut. Nee, niet bescheiden zijn, je bent echt heel erg goed. Heel zoals je dat Wie ben ik ook presenteert. Ja. Ja. Zoals je het doet, je hebt het in handen. Nee, luister, maar mag ik dan ook even een opmerking plaatsen? Hm. Ik bedoel, Wie ben ik zal half zo leuk niet zijn als jij er niet in zou zitten. Tuurlijk. Ben ik eerlijk in. Tuurlijk, je zou nu je karen. Hier, ja, dat vind ik ook. Hoor je, die mensen geloven je. Mensen geloven je. En het is ook zo, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, als ik er niet in zat in het programma, kon je het hele programma weggooien. Nee, zo nee. Ja, natuurlijk. Niet waar, want we hebben Ron ook nog. Wie? Ron. Welke Ron? Ja. Brand. Brandsteder. Ron, doet hij ook mee? Zo flauw. Ah, Ron Brandsteder. Mijn moedervlekken gaan altijd bewegen als ik die naam alleen al hoor, Ron Brandsteder. Dus laten we daar nog niet over praten. Nou, ik mag er niet om lachen, maar dat is onzin, want jullie zijn alle twee even belangrijk voor het programma. Vind ik echt flauw. Laten we erover ophouden. Ja. Laten we het over iets prettigers hebben. Oh. We hebben het over jou. Want behalve dat Wie ben ik, doe je nog een heel belangrijk programma. Je doet ook Het Spijt. Het spijt me ook, zo'n geweldig programma, ook nou, hoe geweldig je dat doet, zo hoe verdrijven je dat doet, nee, echt waar. Je bent veel te bescheiden, het is zo perfect hoe je dat doet, die mensen. Je plakt de lekke band der vriendschap, zeg ik altijd. Ja, ja, echt waar. Ja, echt waar. Nee, zo geweldig is dat niet, want weet je wat het is? Die mensen, die doen het eigenlijk zelf, die maken het zelf met elkaar weer goed. En ik zit er eigenlijk maar een beetje bij. Ja, dat weet ik wel. Maar hoe je erbij zit. Hoe je erbij zit. Ik heb veel mensen er maar even zo bij zien zitten. En neem nou Joop van Zijl. Maar daar valt niemand om zijn hals huilend van. Dank je, Joop. Niemand toch? En bij haar de een na de ander. Heb je daar onderweg geen last van als je gewoon boodschappen loopt te doen bij de bakker en de slager? Nee, gebeurt dat niet? Nee, ik kan gewoon brood kopen en zo. Ja, nee, geen last van. Ik zat vorige keer weer te kijken naar het programma en toen dacht ik, zo'n Caroline, jij dus, die zal toch zelf ook wel eens ergens spijt van hebben. Hè? Maar dat kind kan in haar eigen programma, kan ze niet roepen. En nou ik ook even, dat kan het ook niet. Dus dacht ik, als ik jou nu vanavond eens de gelegenheid gaf om ook je spijt te betonen aan iemand, je excuus aan te bieden. Leuk. Als ik heel eerlijk moet zijn, heb ik hele lieve vriendjes om me heen. En ik zou eigenlijk niet weten op dit moment waar ik spijt van zou moeten hebben. Tuurlijk wel, dat heeft iedereen. Iedereen heeft er wel eens ergens spijt van. Nee, ik heb met niemand ruzie. Oh, maar dat is zo gebeurd. Slechts. Nou. Dat is zo gebeurd. Ik zou niet weten met wie ik het goed zou moeten maken. Natuurlijk, je hebt er ook wel eens mot met iemand. Ja, nee, ja, tuurlijk heb ik wel eens mot met iemand. Ik bedoel, mijn man. Je man? Heb ik best wel eens ruzie mee, laten we eerlijk zijn. Mooi. Maar ik zorg in ieder geval altijd, en hij ook, dat ik zonder ruzie weer naar bed ga. Ja, bespaar me de gore details. Laten we daar nou niet mee gaan. Gewoon bij de zaak blijven. Nee, ik begrijp best dat je dat nou niet zo voor de camera's bij. Je hebt het daar moeilijk mee. Ik begrijp het heel goed. Daarom, wij hebben een prachtige bord. Ik heb met niemand ruzie. Jawel! Werk nou even mee. Nee. Jawel, jij hebt ruzie met iemand. Daar ik heb nergens spijt van. Ik heb met niemand ruzie. Ik wil met niemand iets goed maken. Luister. Wij hebben voor jou een prachtige bos bloemen laten maken. Zand is dit. Een prachtige bos bloemen laten maken. Jij hoeft nu alleen maar te zeggen naar wie we die bos moeten gaan brengen. Vertel. Met niemand ruzie. Echt niet. Ik word er gek van. Nee. Luister.
Wij doen de eerste stap voor je, laat ik het dan zo zeggen. Wij doen de eerste stap voor je. Naderhand ben je me dankbaar. Wij zetten de eerste stap. Wij hebben namelijk met die Bosbloem, we hebben iemand op pad gestuurd van ons team. Ja. Die is naar iemand toegegaan om namens jou jouw spijt te betonen aan die persoon. Ja, maar aan wie dan? Aan wie dan? Dat, kijk maar naar het filmpje, aan wie. Oh. Even wachten. Onverwachts natuurlijk, hè. Goedemiddag. Goedemiddag. Een bloemetje. Ik zie het. Alsjeblieft. Is dat voor mij? Ja, dit komt van het programma Het Spijt Mij. Ja, dat ken ik. Het is een leuk programma. Leuk programma is dat, hè. Heeft u ook enig idee van wie deze bloemen komen? Heb ik geen idee. Nee, je hebt met zoveel mensen bonje natuurlijk. Ik ga u helpen. Het is van iemand die ergens enorme spijt van heeft. En die wil dat graag goed maken. Die heeft een spijt. Haren op de huilen. Ik zeg rustig, ik ga er weer een bloemetje heen. Is het familie? Nou, nee, het is geen familie, nee. Het is meer een collega. Oh, dat kan er maar één zijn. Ah. Dat is Van Duin. Hoezo, André van Duin, wat heeft hij nou voor reden om met u iets goed te maken? Waar zou die nou spijt van me? Ah, André van Duin, aardig. Ik heb al zijn plaat, dat vind ik zo'n lieve man. Daar zou ik mee op vakantie willen. Nou, dat is een schat van een man. Waar zou die nou spijt van moeten hebben? André van Duin. Meneer, ik zou u uit de droom helpen. Ja. Ik zit met André van Duin zit ik in het programma Wie Ben Ik. Zit u er ook in? En elke aflevering heeft hij wel één reden waarvoor hij mij zijn excuses aan zou moeten bieden, André van Duin. Noem er één. Noem één reden. Noem maar één. Ik kan er wel 100 op noemen. Oh. Ja. Nou ja, daar hebben we nou geen tijd voor. In ieder geval, ze heeft enorme spijt van... dat wou ze goed maken met die bloemetje. Maar enorme van wie spijt. Komen ze dan? Ik zal het u helpen. Het is van... Caroline Tensen. Caroline Tensen? Zelf. Nou, dat geloof ik. Ik heb met Caroline Tensen nooit een probleem gehad. Is een gouden meid. Tuurlijk, is het ook, is het ook. Maar ze heeft er enorme spijt van. Oh, oh, oh. Maar... Wat heeft zij een spijt? Waarvan dan? Zij heeft er spijt van dat ze u ooit heeft gevraagd om mee te doen in het programma van Wie Ben Ik. Daar heeft ze enorme spijt van. Waarom dan? Waarom dan? Ze vindt het zielig. Ze vindt het zielig voor u. Daarom wil ze het ook goed maken. Zielig voor mij? Omdat u niet bent opgewassen tegen die André van Duin. Want die is leuk, nee. Oh, 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 wat moeten de mensen daarom lachen? En dan zit u er maar bij. En dan vindt ze zo zielig voor u. En daarom wil ze het goed maken. Zij heeft daar enorme spijt van. Enorm. Meneer, volgens mij komt dit bloemetje helemaal niet van Caroline Tensen. Jawel. Nee, u komt met een bloemetje. Nee, dit is weer typisch zo'n geintje van die Van Duin. Ach, weer over die... Oh, wat doet u mij pijn. Oh, wat doet u mij pijn. Dus zo'n aardige man, die André van Duin. Die echt maar, het komt van Caroline. En zij wil het hiermee goedmaken. En zei ze erbij dat ze er begrip voor zou hebben... als u op dit moment zou besluiten om helemaal uit het programma Wie Ben Ik weg te gaan. Ja, hup, alles van de maandag al. Wegwezen, hup, plaats maar. Ja, weet u wat, ik ga wel even met u mee naar de studio. Ja. Nee, 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 dat kan niet, nee, dat is niet, ik heb een papier bij me. Dat is veel makkelijker, als u dat nou ondertekent. Maar het was toch gebruikelijk bij het spijt me dat de mensen meegaan naar de studio. Dat is niet meer, dat werd te duur. Het is niet commercieel. Als u dit ondertekent... Ik zal Caroline even bellen. Nee, de kast heeft geen telefoon meer. Ze heeft de telefoon weggedaan. Dat mensen kreeg pijn in de oren. Maar als u dit ondertekent, dan ziet u overal vanaf. Dan geef ik dat aan haar door dat u niet meer komt. Gewoon tekent u maar. Dat is voor haar. Ze hebben er zo spijt van. Zeg gewoon hier Nou, tekenen. Ik moet u zeggen, ik ben wel een beetje geschokt van... Nou, dat is zo over. Gewoon hier. Tekenen Ronnie. Ja, oké. Voor elkaar. We vinden het allemaal heel erg voor u. Oh, oh, wat hebben we met u te doen? Hè? Zo, gaan we naar binnen. Even werken, hè. Dat is zo gebeurd. Ja. Jammer, hè, dat hij niet meer meedoet, hè, met het Wie Ben Ik. Jammer, hè, ik heb hier papier, je hebt ondertekend. Hij doet er definitief afstand van. Jammer, hè? Ja, jammer, hè? Ja, nee, dit is niks aan te doen. Ik bedoel, hij heeft hier ondertekend. Met veel liefde heeft hij ondertekend. Kan opzij nu? Ik moet niet Van Duin spreken. Dat zullen we nou krijgen. Wat gebeurt er nou? Is dat een mooie toestand? Ja. Ja, ja.
Hallo, Ron. Wat fijn dat je gekomen bent. Wat fantastisch. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik hoef van jou geen hand te schudden. Nee, ik wist wel dat Caroline er niks mee te maken had. Het was een geintje van jou. Nou, nee. Ik ben zo... Je neemt me zesje! Wat ben ik blij dat ik jullie nou weer bij elkaar heb kunnen brengen. Dat vind ik zo fijn. Zeg even, het spijt me tegen elkaar. Nee? Brengt ons bij elkaar? Ja, als jullie nou gewoon het spijt me zeggen tegen elkaar, dan is het opgelost. Mag ik even? Ja. Als er één uit wie ben ik moet, dan ben jij het, André van Duin. Ik? Ja, jij. Ik? Ja, omdat je een onuitstaanbaar mannetje bent. Ja. Je probeert ons uit elkaar te drijven, Caroline en mij. Ja. Ja. Om er zelf de vruchten van te plukken. En als er één is die zou moeten zeggen, het spijt me, dan ben jij dat. Nou, zeg eens. Ik? Ja, het jij. Spijt me, André. Zeg maar, kom maar. Kom maar. Niet te geloven, zeg. Nou, ik heb veel meegemaakt, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het gaat niet goed. Ron, ga zitten. Zitten. Ga even zitten. Ga even zitten. Dit is mijn weer. Ga even zitten. Kom. Zo. Ga ik op mijn eigen stoel? Waarom heb je nou zo'n hekel aan? Hm? Waarom heb je nou zo'n hekel aan hem? Is toch een lieve jongen? Nou, om... Hè? Omdat hij bij Wie ben ik altijd dwars door mijn gedichten heen zit te lachen. Altijd, hij gaat er dwars doorheen in de poëzie. Jij zit mijn prijzen af te katten. Als ik leuke prijsjes heb, dan deugt het niet. Leuke prijsjes heb. Ze vallen uit elkaar van de ellende. Ik pak ze allemaal. Ze zijn al... Leuke prijsjes. Het zijn prachtige prijzen. Ach, ga nou toch weg. Prachtige prijzen. Bovendien, je wint zo weinig. Je krijgt haast nooit de prijzen. Wat praten we over? Ik win nog. Nee, natuurlijk win ik nooit. Omdat jouw toeter altijd veel langer duurt dan mijn toeter. Ik heb nog niet gezegd of... Daar gaat mijn toeter. En bij jou gaat het maar door. Vals! Ik speel Nou, zal je even lekker houden. Vals! Je hoort het nou zelf. Je hoort het zelf. Ja, ik je hoort het zelf. Ik hoor het. Ik hoor alles. Rustig nou. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet zo doorgaan? Het kan. Ik heb een voorstel, hè? Voor jullie alle twee. Luister. Ron. Ja? Jij praat nooit meer door zijn gedichten heen. André. Jij kraakt nooit meer zijn prijs af. Ja? En dan stel ik voor dat jullie alle twee nu, voor iedereen hier, gewoon het spijt me zeggen. Tegen elkaar. En dan is het over. Hier? Ja? Ron? Waar iedereen bij zit. Ja. Kom op. Ja? Oké, het spijt me. Nou, tof. Tof. Ja, vind je wel. André. Het schiet toch niet op dit. Ik hoor je niet, André. Ik kan je niet verstaan. Het spijt me! Oké. Ja! Heerlijk. Gelukkig. Ja, zeker gelukkig. Gelukkig. Nou, wat zijn je er blij, hè? Nou. Het is een pak van mijn hart. Dat meen ik echt. Dat is echt een pak van mijn hart. Is alles geregeld nu? Zal ik nou gewoon niet zeggen wat ik van jou vind? Weet je wat jij bent? Nou, wat... Weet je wat jij nou gewoon bent? Wat ben ik dan? Een luilebal. Je bent een grote, enge luilebal. Ben ik een luilebal? Ja, een luilebal. Ja. En weet je wanneer? Nee, wanneer? Aanstaande maandag om 8:30 bij Wie ben ik? Woo!